man is overleden, dus dan ben ik alleen. En dan vind ik het heerlijk als die kinderen er dan mee zijn. Kunst brengt mensen samen. En daarom wil de stichting Kunst Verbindt jongeren en ouderen met elkaar in contact brengen. Bij woonzorgcentrum Kato in Bezuidenhout werken ze gezamenlijk aan een kunstproject. Wij geloven erin dat verbinding uiteindelijk zorgt dat er minder vooroordelen zijn, dat ouderen een stukje zingeving ervaren, dus dat ze er plezier aan beleven, dat kinderen kunnen leren van ouderen ook. Dus er zitten heel veel aspecten aan, zeg maar, waardoor ze uiteindelijk gewoon lekkerder in hun vel zitten en een hogere kwaliteit van leven hebben. En dus worden de potjes verf uit de kast gehaald en gaan de jonge en oude Picasso's samen aan de slag. Ze hebben allemaal een paneeltje van 30 bij 30 gekregen. En de ouderen samen met de kinderen die gaan op dat paneeltje beginnen met het kunstwerk. Dus ze zetten lijnen, ze gaan verven, hun favoriete kleur komt erop. Wij vragen ze een blijmakend woord, dat komt er ook op, hun namen komen erop. En uiteindelijk wordt dat het kunstwerk. Hoe vind je het om te doen? Ja, ik schilder ook niet zo vaak met ouderen. En ik doe het niet zo vaak met ouderen. Maar nu om de kans te hebben om het met ouderen te doen, vind ik het leuk. Die heeft ze zomaar eventjes gemaakt, zie je? Die. En daar. De naam gedaan, ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Om toch samen iets met kinderen te doen. En vooral dit kunst wat niet kunst maken. Wat niet zo vaak op de scholen zelf voorkomt. En met de ouderen hier in het tehuis vind ik dat gewoon een leuk project. Wat moet het uiteindelijk worden, dit? Het wordt niet per se echt iets, maar het gaat er vooral om dat we samen het maken. Daar gaat het vooral om. En zo moet het project ervoor zorgen dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Mijn man is overleden, dus dan ben ik alleen. En dan vind ik het heerlijk als die kinderen er wel mee zijn. Alle minischilderijtjes worden uiteindelijk samengevoegd tot één groot gezamenlijk kunstwerk. We hebben een tastbaar resultaat van de samenwerking. Dat is het mooie ook. En uiteindelijk hopen we ook dat er een zaadje geplant is dat de ouderen en de kinderen elkaar ook vaker gaan zien. En dat proberen we ook zoveel mogelijk te stimuleren. Dat er een band blijft, zeg maar, tussen de ouderen en de kinderen.